102. Hey Mick, hoe gaat het? Nou, dat is geen kattenpis. Ja, er wordt wel eens lacherig over gedaan. En heeft hij een dikke portemonnee? Voor twee. Zo is dat. Is er niemand zo bescheiden als René? Maar wel altijd een hele gewone jongen gebleven. Bellen met Vroeger. Niet arrogant geworden of zo. Bellen met Vroeger. Volksjongen. Een volksjongen, die hebben we alleen gisteren. Ja, daar hadden we even geen tijd voor hem. En hij had geen tijd meer voor ons. Maar we hebben nu aan de lijn de sympathieke volkszanger uit Amsterdam. De man die onlangs miljoenen platen verkopen. En duizenden uitverkochte stadionconcerten zo'n normale jongen bleef. René Vroeger. Hallo René! Ja, hallo. Hey. Zo, die Vroeger. Ja. Daar was ik niet zo blij mee, Jensen, wat je me gisteren flikte, dat geintje van je. Ja, oh, ik weet dat, ja. God, dan wordt het een beetje dreigerig. Dreigend allemaal. Nee, maar dat is natuurlijk niet leuk. Kijk, als ik dat had geweten van tevoren. Ja. Kijk, in die tussenperiode dat ik aan de lijn hing, had ik 500.000 miljoen mensen kunnen inenten tegen de griep. Had ik nog wat Chinees het land uit kunnen flikkeren. En had ik wat uitgestrachten kunnen opleiden, weet je wel. Ja, ja, ja. En dan heb ik het nog niet eens over de 500 concerten die ik had kunnen geven in Senegal. En het proces van Michael Jackson, waar ik als jurylid ben opgeroepen en als rechter en als advocaat. Dus wat dat betreft ben ik er niet zo blij mee. Nee, mijn excuses nogmaals. Ja, nee, maar goed, dan heb ik het ook nog niet over wat ik in Kuala Lumpur allemaal had kunnen doen. In het kwartiertje dat je... Precies. En dan heb ik het ook nog niet over de marathon van New York en die van Dakar die ik had kunnen lopen. De marathon van Dakar. Ja, precies. En de Formule 1 had ik mee kunnen lopen met Christian Albers. Om hem een beetje op tempo te krijgen, als een beetje aan te jagen. Dat zijn dingen die ik dus allemaal mooi gemist heb door jou. In dat kwartiertje? Dat je moest wachten. Ja, dan heb ik het over de eerste 10 minuten. Want dan heb ik het niet over wat ik allemaal in Duitsland had kunnen doen. Die laatste 5 minuten. Ja, precies. Daar had ik nog 85.000 dvd's kunnen signeren. Maar ik vond het gewoon... Ja, dat is toch mooi dat je even een kwartiertje rust had. Want ik vind, jij moet je rust een beetje pakken. Ja, dat is wel waar. Ik heb het druk zat, weet je wel. Dus af en toe moeten mensen rust pakken. Ja, ja, maar jij slaapt veel per dag, hè? Ik slaap zo'n 85 uur per dag, ja. Maar dat is niet echt veel, hoor. Daar kom je niet echt van bij. Met jouw leven. Ik denk dat ik 87.000 uur per dag werk. Ja. Wat is 85 uur dan, weet je wel? Ja, dat is waar, hè. Dat is niks. Hey, zit je in het vliegtuig? Ja, dat klopt. Ik hoor het. Ja. Je eigen... Ik zit hier even vliegen. Je eigen plane, ja. Ja, precies. De Vroeger 2. Ja, dat is ook de Vrogerbaan laatst weer aangelegd. De Vrogerbaan? Ja. Op Schiphol? Ja, precies. Hé, maar luister, jij was op vakantie, hoorde ik. Ja. Al heb je het gehad? Nou ja, ik was in Thailand. Ik vond het fantastisch. Het was heerlijk, heerlijk. En ik heb de mensen daar geholpen, financieel, om er bovenop te komen. Ja. Ja, ik was er vanochtend ook nog even. In Thailand? Ja, ik was verdwaald met hardlopen. Zat ik ineens in Phuket, weet je wel. Oh ja? Waar was je begonnen? Gewoon in Amsterdam, in Mokum. In Bollejan. Dus om maar niet weer te verdwalen, ben ik voor de veiligheid maar even teruggezwommen. Op mijn interne kompas gaat dat altijd het beste. Oh, lekker fris. Helemaal naar Amsterdam teruggezwommen van Phuket vanochtend? Ja, via de Noordkaap. Flinke stukken moeten klunen natuurlijk. Langs Nova Zembla, daar was het even koud. Maar als een ijsbeer het kan, dan kan Vroeger het ook. Hey, dus je bent nu weer thuis in Amsterdam? Nee, ik was even thuis. Je bent gelijk door naar Genève nog. Alweer? Maar ik zit nu nog in het vliegtuig uit Genève. Ja. Alweer terug naar Mokum, want we landen zo op Schiphol op de Vrogerbaan dus. De Vrogerbaan. Mm-hmm. En was je even skiën in Zwitserland? Nee, ik kwam hier even mijn maatje ophalen. Mijn gabbertje die zit in de Benari en die moet je weg. Dus dan haal ik hem even op. Dat is wel zo chic, weet je wel. Met de Vroeger 2. Ja, hij had wat narigheden hier op het hoofdkwartier van de UNHCR, weet je wel. Oh, geile Ruudje Lubbers. Juist, ja, mijn gabbertje, dat zeg ik toch. Ja. Ja, hij zit nu naast me, we kennen elkaar al een tijdje. Ja. Ik heb namelijk ooit zijn coalitieonderhandelingen gedaan en wat partijprogramma's aangeschaft, dat soort dingen. Ja. En ik escorteer hem nu naar huis, als het ware. Ja. En dan ben ik verplicht aan die man en natuurlijk ook aan mijn gabbertjes, koffie aan dan en boedels op de zalie. Die rekenen op me, weet je wel. Ja. Hey, lukt het om hem een beetje veilig hier te krijgen, René? Ja hoor, alles onder controle. Daarom ben ik er ook bij nu, hè. Kijk, Ruud zit lekker stevig in de stoer hier. Ja. Ik heb er een dubbele masknoop in gelegd, dus dan blijft hij stevig op zijn plek zitten. En dan kan er niks misgaan. Alleen moet ik nu even oppassen, want dan komt de stewardess met de drankjes aan. Hey Ruud, gedraag je, hè.
Oh, ja, wacht even hoor. Jezus, Ruud, hou je even in. Hou je even in, dan ga je alleen maar voor de koffie, ja? Ja, dag mevrouw, voor mij een koffie graag, melk en suiker. 12 kontjes. Nee, Ruud, blijf van eraf. Alsjeblieft, zeg de mollen van de glazen. Hey, zit hij nou ook aan die stewardess? Ja, ah, maar die goorpijp die kan met zijn poten nergens van afblijven. Nee. Hé, hey, René. Afblijven, Ruud. Hey, René, rustig, rustig. Hey, René. Ja? Hoeveel stewardessen heb je op je private jet eigenlijk? 95. In het achterdek, hè? Hoeveel verdiepingen heeft jouw privé jet? En Boeing heeft er 2, hè? Ja, nou, wij hebben er 86. 86 verdiepingen boven. Ja. En 85 beneden. Je hebt een kelder ook in je vliegtuig. Ja, een kelder en een zolder, maar die is beneden. Ja. Nou ja, goed. Hey, hoe gaat het nou verder in je leven? Ik hoorde dat die soap met Joling en Gordon, die gaat nu definitief door, hè? Ja, inderdaad. Ja, de opnames zijn net begonnen. Er is namelijk een camerateam bij Gordon en 1 bij Joling. En rond mij hangen nu 15 cameraploegen. Dat geeft de verhouding een beetje binnen de soap weer, weet je wel. Ja, ja. En weet je wat het is, Pik? Nou? Ik gun het die gasten graag, maar die soap zal toch voornamelijk rond mij draaien. Ja. En niet dat ik dat wil of dat ik dat vraag, maar dat weet zo'n tv-zender natuurlijk ook. Ja. Er is namelijk één belangrijke tv-wet. Vroger scoort hoger. Ja, Vroger scoort hoger, dat is... Nou, Ruud, alsjeblieft, kappen nou! Godverdomme, man. Ga even verder, ga even verder. Ja, waar was ik ook alweer? Oh ja. Ja, Vroger scoort hoger. Ja. Maar het is natuurlijk wel leuk voor Gordon en die Joling dat ze een beetje mee mogen doen met me. Ja. Een stukje mogen profiteren van mijn successen, zeg maar. Een beetje wat kruimeltjes van de taart meesmikkelen, zeg maar. Ja, 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 ja. Een beetje een glimpje van mijn licht kunnen opvangen. Ja, ja, ja. Ja, een vleugje publieksliefde kunnen ruiken, zeg maar, weet je wel. Een proefrit maken over de gouden snelweg die succes heet. Ja, ik omschrijf het even niet al te omslachtig. Ja. Nee, nee. Maar ik vind het allemaal prima hoor, dat ben ik gewoon. Ja, 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 dat geloof ik graag, ja. Lubbers, laat het erop! Jongen, jongen, wat een gedoe met die man, maar ja, het blijft je grappetje, hè? Ja. Maar goed, ik red me wel, hoor. Ja, wat duidelijk. Hey, heb je nog een moppie voor ons of een nieuw conceptje wat eraan zit te komen? Ja, wacht even, hoor. Wacht even. Die piloot die komt er nu aanlopen. Die zal het alweer gehoord hebben, dat geschil. Hé, hey, Ruudje, even vriendelijk tegen die piloot, hè? Oh! Hé, hey, Ruud, kappen nou, blijf de reet af, man. Wat een ellende. Hij zit nu ook al aan de piloot gewoon. Godverdomme, man, die man kan nooit met zijn boot ergens vanaf blijven. Nee. Stinkbaard. Nou. Stinkbaard. Even een mopje. Oh god, ja. Nou ja, het is wel weer mooi. Ik was van de week natuurlijk nog even in bolle jas. Oh, dat is een doorlog allemaal even. Ja, dat was wel mooi hoor. Schelen Simon die zat daar aan de bar. En die ziet er het hele weekend weer lam over de bar te hangen, weet je wel. Dan zuipt hij zich al jaren helemaal de kleren. Ja. En zijn opa die had namelijk een lampenfabriek, waar die als kleine jongen al kwam, weet je wel. En toen heeft hij een keer zo'n TL-pak in zijn oog gehad. Op de lopende band, weet je wel. Is die schil gaan blijven kijken. En hoe meer die zuipt, hoe schelen die kijkt. Ja, hij ziet geen flikker meer, weet je wel. Maar goed, hij had toch wel een mooi moppie. Ja. Over Joling. Oh, ja. Joling die moest namelijk naar de tandarts. Want die had een pijn in zijn bek, weet je wel. Ja. Dus die komt aan bij die tandarts en die trekt zijn bakkers over. Ja. Zegt die tandarts, nou dat wordt trekken. Nou zegt Joling, alsjeblieft nu even niet, ik pas voor de kiespijn. Mooi is die, hè? Nou, die is nog best aardig een keer voor de verandering. God, bedoel me nou, zeg. En dat allemaal die kop van die schele Simon, weet je wel. Oh. Nou, heel goed, René. Die man heeft niks meer voor te leven. En dat die humor, dat is echt niet iets aan de dag. René, Jan vond het heel leuk, schelen Simon, dat hoor je al. Ja, dat is mooi ook. Ja, ze zijn allemaal zo gewoon gebleven, hè, die jongens. En die houden die humor heel hoog. Ja. De bolle Jan. Ik bedoel, die kop die ziet eruit, jongen. Nou, heel goed, René. Prettige vlucht nog. Ja, dankjewel. Ik moet namelijk nog een aantal dingen doen. Ik moet de Formule 1 dus nog lopen als Obers. En dan nog even door naar Santa Maria, Montreal, Lyon. Zilver scheppen in de Côte d'Azur. Nog even naar Iran. Sjouwen in Roemenië. Ah, oké. Drukken. Hoeveel uur moet je nog vliegen nu? Ik moet nu nog 86 uur vliegen. Dus over een uurtje ben ik in Mokum.